Nou jongens, dat is de eerste vis van de voerstek. Ik en Daan hebben er dik 10 kilo in gevoerd voor de grote vis. En je ziet het, werpt zijn vrucht af. Mm. Nee jongens, klein beginnen, groot eindigen. Zo zeg ik dat maar. Hij mag weer terug. Hoe wacht hij in? Uurtje. Hey. Hey. Dat is een seizoen. Nee, shit. Zal die hangen? Ja, ik denk het wel. Wat denk jij? Even kijken. Hangen! Hij hangt. Nou jongens, tweede vis hier weer een knol. Hij kan zwemmen en zijn oma halen. Lekker. Hey. Het is nog geen 10 minuutjes later. En mooi. Daar staat hij. We waren net een beetje aan het maken. Even lekker noedels. Eindelijk gaan wij naar Hemeltje ook weer een keertje. Het is een grote, hè? Ja, volgens mij wel. Het is een joekel. We vangen lekker de knollen en ja, we hebben echt veel gevoerd gisteravond. En waarschijnlijk is gelijk wel een goed formaatje. Zou mooi zijn. Hopelijk 10 kilo plus. We gaan het zien. Die is hoger. Nou, het was toch geen 10 kilo plus. Maar een enorm mooi spiegeltje. En dan mag gelijk lekker zwemmen. Oh. Een mooie uitzetting net. Mooi. Elke woorden mooi. Nou, na het vissen van mij en het vissen van Chitten is natuurlijk onze grote vriend Wietse ook weer aan de beurt. Met een nieuwe prestatie. Swerelds. Nou, ik dacht dus, ik was deze voerhaar, dus ik heb eens mijn vinger tegen het piepen. Dan moet je kijken dan. Wacht. Het is echt een mini blauw. Nou jongens, aangezien mijn bollen hard en ik nog echt misschien 100 kilo tijgers heb, ga ik eens even mijn optiek een beetje veranderen. Ik heb daar een vlot. Vanaf die strook kan ik precies met de werpijp op mijn voerstel komen. Het zijn veel kleine aasdeeltjes en als ik dan op de dagstuk ben, kunnen ze recht van de tijgers smikken. Tot ik terug ben, zodat ik misschien ook op de vis vasthoud op mijn area. Dus we gaan ze even smijten. Ja, jongens, mooie 8,4. Ik wilde eigenlijk mijn hengel net indraaien en toch ging die. Daan zat nog te pranken met zijn telefoon met een appie. Zo dachten dat het geen run was, maar hij ging er toch aan. En mooi terug. Lekker. Nou jongens, het is 34 graden. Ik ben eindelijk ingepakt. Het is het aardig zwaar trolletje gehoord. Die moet ik zo over de vanger heen tikken. Maar ik ga maar lopen. Ik ga gewoon lekker over de snelweg. Succes jongen. Pak de system. Later. Hey, ik hoop dat het beloond wordt. Oh, je harde werk. Ik ben eindelijk bij de stek. Man, man, man. Wat is dit een opgave met dit weer. En tussen de Steigerberg. Ik heb een paar vissen al zien draaien. Dus vertrouwen is goed. Hiernaast, 100 meter hiernaast, is de eerstvolgende stek. Dus het is echt goed af. En daar is het ook 200 meter nu nog. Daar kreeg ze een run, hoorde ik. Kom de top, zag ik. Dus de vis zit in het gebied. Ik hoop dat ik op mijn diepte waar ik gevoerd heb. Ik kom snel weer af. Hey jongens, ik ga eentje met garlic bolle vissen. Die allemaal met tijgenoot. Het is nu tijd om de tijgenoot helemaal in te rennen. Eerst een schep voeren. Maar jongens, je moet wat als je bent. Ik heb even een aantal ondernemers geknoopt. Je ziet het, dan heb ik een mooi voorraadje. Voor de komende twee water ook alvast. Ik heb met de Rock Bottom Cameron Green gedaan. En met een Apis Curve haakje. En sommige heb ik met de Rijnrijnetje gedaan, sommige met een stukje krimkous. Maakt voor mij nooit heel veel uit. En ja, gewoon richtjes waar ik gewoon de hele tijd al goed op vang. Ik heb tot nu toe pas twee rosschieters gehad. En het komt gewoon voor door de zachte wekken hier. Best veel papegaai ook, heb je gezien gisteren. Dus ja, dat kan je niet altijd aan je eigen rig verwijten. En op het andere water heb ik er twee verspeeld, maar dat was gewoon in obstakels aan het water. Dus onder water. Dat is gewoon een goede prima rig eigenlijk. Centimeter of 17 tot 20. Eigenlijk hoe verspreider ik voer, hoe langer die wordt. Een stukje putty, zoals je ziet. En een stukje gekoot en een stukje gestript. Dat is mijn onderlijn en ja, daar vis ik eigenlijk altijd wel mee. Zo, ik ga eens even een eitje bakken. En het mooie met dit kookstel van Ridge Monkey, de quadstove, de mini variant, is dat je geen aansteker nodig hebt. Dus je hebt hier zo'n ontsteker ding. Klik er één keer in. En de vlam staat erop. Net even onderin geschwinkt. Nu gaan we even een eitje bakken. Wel lekker hoor. Even een lekker eitje.
En dan dit uitzicht erbij. Terwijl nog meer. Ja, dames en heren, daar staat hij alweer. Ik stond er net ook zo bij, maar die ging er gelijk af. Mooi, het was even een half uurtje stil, dus we hebben de hengels weer even opnieuw ingeknald. Even bijgevoerd weer. Chitten zit nu op de 17,5 kilo in hoeveel dagen? Twee. In twee dagen, nou, ik zit op de 15 kilo misschien iets minder. Nou ja, blijf gewoon doorvoeren. Chitten heeft weer een berg ingeknald. Die verspoorde net eentje. Gelijk ging deze erachteraan. Ja, die liggen heel dicht bij elkaar, dus ik heb er gelijk nog meer op gegooid. Ik denk misschien trekt een groep overheen. Ja, mooi. En, ken het zomaar. Het is heet gek. Dat er nog eentje gaat. Zo. Yes, hij is onthaakt. Onze kleine vriend. Ietsje groter dan de meeste knollen die we vangen, maar toch ja, niet groot genoeg. We gaan hem snel weer terugzetten. En op naar de volgende. En dan blaffen we even een paar kilo in. Hoppakee. En dan hopen we een wat grotere volgende keer. Mooi. Hé, hé. Het is tijd, hè? Mooi, het was even een uurtje doodgevallen. En ja, we proberen heel de tijd een run te filmen met de camera. Ja, en het lukt niet. Nee, op de een of andere reden, als de camera draait, dan willen ze niet bijten. Hè. Op het moment dat de 10 minuten uitstaat, dan gaat hij weer. Dus we laten hem nu maar gewoon lekker uit, denk. Ja, nou, we gaan het gewoon nog een keertje proberen. Maar volgens mij, ja, ik hoop dat het een ietsje leukere vis. Er zit geen rek in de lijn. Het is gevlogde lijn. Met de spothengel van Chitten. Ja, want dat had je met je eigen molen gedaan. Ja, de laag is kapot gegaan in de molen. Dus hij spoelt alleen maar aan één kant lijn erop. Waardoor na drie keer inhalen heel de lijn gekinkt is en kapot is. Dus. Netjes. Ja. Oké, we gaan dan scheppen. Zo. Oké, okay, nou, we zijn die knollen een beetje zat, dus we trekken zo die met de kant op. Gewoon lekker onthaken in het schepnet. Niet te lang over doen, zo snel mogelijk weer die hengel terug. We hebben best veel gevoerd net. Dus ja. Daar gaat hij. Nou, die is weg. Ja, jongens, de rollen zijn ongeruid sinds vandaag. Mooi. Nu staat deze man met de kromme toppen en Chitten met de camera in zijn klauwen. Ja, please, please, please. Laat het deze keer geen knol zijn. Ah, top. Nou, we wederom. Weer lekker schuppen hier, knolletje. Kijk eens. Ja, ze worden wel steeds groter. Dat wel, maar... Ja, deze is denk ik al bijna 6 kilo. Ja, maar we zijn er nog niet hoor. Want we willen namelijk kilo'tje van 16. Liefst 20 of zo. Hou je opa maar. Ja, ja. Hou je opa, hou je opa. Doen. Jullie weten dat Wietse lekker bezig is op de dagstek. Hij zit daar ongeveer een uurtje of vier. Het was nog niet heel veel. Maar we hebben hem net gebeld. En wat blijkt, hij heeft een fucking mooie spiegel gevangen. Dus shit, eens even aan kijken nemen. En ja goed, ik ben hier zo. Kijk. En ja goed, ik sta nog lekker hier aan de waterkant. Wat hebben we hier? Ik kan het even laten zien. En wat hebben we hier? Een prachtige spiegel van Chitten. Hij kwam Chitten zijn hengel, maar ja, wie ben ik? Ik ben gewoon een aardige kerel. Ik pak lekker die hengel van Chitten. Ik schep hem voor hem. Ik heb hem onthaakt en even lekker in de mat gelegd. Nou, eens wachten op Chitten tot hij hier is. Eindelijk jongens, daar gaat hij dan. Jongens, het windje gaat aan, kijkt het, en ik ga meteen weten. Ik zal al wat vis springen op de stek. Eindelijk, na 3 uur op de dagstek. Eerste vis, net tijd. Dat is mijn mooiste spiegel tot nu toe. Het is echt wel een prachtige visie. Ik denk net geen 20 pond. Maar we zullen hem zo nog even wegen voor het klassement. Deze kant is echt mooi. Beetje half rijden. Zit iets op de lens? Hij is zo wild. Hij was ook echt sterk. Goed door de sip. Hij bleef lang diep. Ik dacht, nou dit is een dikke. Dit gaat wel richting de 15 pond. Of 15 kilo. Maar toch niet. Wel een mooie vis. Desondanks eerste vis van de dagstek. Duurde best lang, 2,5-3 uur. Maar het windje is iets meer gaan opzetten, dus ik denk dat er nog meer komen. Dus blijf nog lekker zitten. En morgen gaan. Best wel helder water hier. Ja, ja. Coronatijden. Coronatijden, ja. Ja. We zitten midden in de coronatijden. Moet niet gekker worden. Ja, jongens, een mooie spiegel gevangen zonder dat ik het door had. Dat is helemaal geweldig. Hoe was ja, hij is wel mooi. Ja toch? Hij is wel mooi. Hoe was die vis van Wietse? Ja, die was dit, maar dan 4 kilo zwaarder. Ah, lekker, nou, laat hem maar even zien. Hij is nog punt gaaf joh. Ja hè? Zo, hier is hij helemaal mooi. Ja, kom, til maar even op. Zie ik vis. Bijna rijden hè? Ja, mooi dat rugvinnetje. Mooi. Daar doe je het voor hoor.
Lekker, lekker. Als je een knol vangt, dan liefst zo eentje. Dan liefst zo eentje. Knol power! Fotootje en dan mag zwemmen. Zo, lekker man. Tijd te filmen met de drone. Dat is het gelachen. Wat zeggen we dan? Kom het toppen niet te stoppen. Lang geleden. Nee, beter kan niet, hè? Dat kan echt niet. Mooi schuppie weer, kleintje. Uurtje of 4-5. Begint iets kouder te worden, dus ik hoop ook dat de grotere vissen iets meer honger gaan krijgen. Want we kunnen dit bijna als aas gaan gebruiken. Wordt al tijd. Ja, we gaan gewoon verder. Yes. Lekker man. Kijk eens. Aardig uit. Ja, wel een kleine knol. Perfect in het onderlipje. Helemaal puntgraaf. Oké, die leggen we wel 4 neer. Nou, ons jongen mag weer zwemmen, kleintje. Leuk geweest. Nou een keertje tijd voor oma. Ja, die komt voor mij dan. Ja, dat mag hopen voor wel een keer. Ah, bizar, dit is de oven van de werpstok, werppijp. Bizar, hij is in 3D gevlogen, maar dat zag ik. Domme. Ik zag weer een hengel die in een net brandde. In een driet bedoel je? Wat gebeurde? Tyfus, sorry. Wat gebeurde? Nou, ik verspeel al mijn 5e vis vandaag en ik heb maar 4 gevangen. Rijk wel op... En 2 keer voelt het helemaal goed. Zit, rijk een beetje op vorig jaar. Ik ben zagrijnig. God. Rijk een beetje op vorig jaar, dan verspeel je 10 achter elkaar. Ja. Kijk, van Rens krijg je die knul. Ja, als ik hem maar niet verspeel. Niet normaal. Nou jongens, weer een knol, dan een iets grotere knol en een papegaai. Groter en dan terug. Wacht. Je ziet het echt niet op film, niet? Nee? Nee, dat zijn wel echt 100 of zo. Ja. Maar je weet het, hè? 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Nou, hier wel. Het is aardig warm. Het zijn eigenlijk meer dan 1. Breng jij nou eens even een laskeutje. Zo. Wat zit daar? Gouden zaad. Op lijfrun! Zijn er gelijk maar uit. Ja, 1 seconde. Niet! Ja, jongens, je hebt wel eens dat gevoel dat er echt iets door je neus geboord wordt. Zo ook nu. We zitten daar met 4 jongens te vissen. Ik vis dus puur recht vooruit en hun vis dus zwaar links over mijn deel heen. Dus ik had al 2 uur geleden al gezegd van joh, wil je alsjeblieft recht vooruit vissen? Want je zit nu op mijn deel, weet je wel, met je Erik. Ja, ja, is goed, is goed. Vangt ze nu een vis? Ja, met mat en ze kunnen niet wegen. 21 kilo schub, punt gaaf. Zo, hij is toch wel dikker. Op mijn stek. En ik zeg ze, ja, wat doe je nou? Ik zeg, ja, gefeliciteerd met je vis, want dat is een nieuw record voor dat meisje. Ik zeg, maar hij is wel van mijn stek, want we zagen die lijn zo lopen. Ja, ja, we visten een week geleden ook. En dus dat mag wel. Ik zeg nee, dat staat nergens op. Maar nu is de hengel eruit. Nou wel, een dikke vis door mijn neus geboord. Hij is groot, jongens. Eindelijk een 10 kilo plus. Hey, pas op, mijn schouders zijn ervan. Is de karma of niet? Dit is echt de karma. Ja. Nou, ze weten niet waarom, maar... Nee, maar dit is dan nergens. Vertel even snel. Wietse zat op een andere stek, te zien. Zegt hij, ik heb 16, 17 kilo in de sling. Hij zegt, ja, lul, stuur een foto. Hij stuurt een foto, het was 30 graden overdag. Dik 200 meter lopen. Ik met mijn blije hars is voor de 2e keer erheen gelopen, ook over een 8,5 kilo spiegel. Had ik de foto's gestuurd van Chitten van vorig jaar, ja, die je zelf gevangen hebt, 70 kilo schub. Dus oh, ik stuur iets later prank met een foto van hem. Helemaal, ja. Maar toen was hij er al. Je hebt helemaal niks van een grap. Maar deze is wel groter, jongens. Concentreren kan je leren. Als de bakken nou opeens doorgaan. Chit, word je gek als je nu verspilt? Heel gek. Je hebt een vijf achter elkaar verspild. Dan wordt het echt gooien met die hengel, dat wil je niet weten. Ja, dan ligt hij in het water. Nou, in de bosjes. Hij is wel dik hoor. Ja, kom weer even schrik. Heb je hem? Ja. Lekker. Jongens, bij grote vissen zijn altijd extra veilig. Nou ja, grote vis, dan ligt hij wat verder op je hand. En dan voel ik ook elke keer dat hij wat meer die hechtingen zit te irriteren. Dus ik wil even van alles. Ja, maar hij is dik jongen. Wat hebben we hier voor een plaatje?
Kijk hoe heel gek. Het is echt een hele grote gek. Kijk. Het is een pet tijd ook, hè? Wel een zieke run in dat. Zieke rijver. Ja, is het mooi? Hij is echt hoog. Kijk, was alsof die van haar, maar dan vier keer richt of zo. Ja, dan bijna ook. Jullie hadden bijna samen de foto gekend. Zo. Hij geeft een klap, gek. Je hand op. Ja. Ik was eigenlijk zonder pet, maar... Ja, hij is prima. Kom eens. Heb eens aan. Jij kent dat echt niet. Ja, je ziet er perfect uit. We zijn er klaar voor. Hij is toch wel... Zo. 13.6. Ja. Ja, joh. Ja, ja. Aardig gek. 20 pontjes. Morgen. Morgen. Laat hem maar eens even zien, jongen. Komt die Bassie. Knapie. Ja, hij is fucking mooi. Ja, jongens, je hoort het wel vaker. Door de knollen heen vissen, stek afromen, wachten op die grote vis. En als je dat dan zelf meemaakt... Zo! Zo! Jongens, helemaal doorweekt. En als je dat dan zelf meemaakt dan? Dan denk je, nou, die grote gaat niet komen. Maar je ziet het, het gebeurt dus toch. Ja, toch? Heerlijk. Laten jullie nog eens zien. Heb je scheidtest al gedaan? Nee, zeg ik wel. Wat scheidtest, denk? Altijd belangrijk. Kijk of hij de bol van de buurman eet. Zo, er komt alleen maar zaad uit. Gadsiderrie. Bijna nooit zijn. Zo, hij is echt een pareltje, gek. Dit zijn ze. Ja, jongen. Oeh, derde grootste vis voor mij tot nu toe. Kut beest. En hij telt mee voor het klassement. 13.6. Dit zijn de vissen waarvoor je naar Slovenië komt. Fotootje en ik ga zwemmen. Secretje. Hey, bijna de les. Kutse. Ja, is dat? Nee, dat vallen we. Ja, hak, hak, hak. Eindelijk, hè? Eindelijk. Heerlijk. Hey, maar naar al die knollen van vandaag. En ook gewoon op lijven. Op lijven, eindelijk een dikke vis. De buurman die heeft ook even Wietse dikke vis van de sek afgehaald. Ja, dat is echt gelach. Maar na een stuk of 15 knollen is het wel tijd voor de dikke vissen. Ja, ik hoop dat de vele volgen. Ik hoop het ook. Zo lang was hij niet bekant, toch? Nee, totaal niet. Lekker chef. Tik hem aan. Dikke rug hoor, zie ik dan. Zwart toe dan. Wilde unit. Maar kijk eens even, jongens. Zo! Meneer Ananas. Ananas schijfje. Ja, dit is lekker hoor. 9 kilo's. Ziek blij mee. Hij is echt mooi. Eigenlijk nadat ik heb gezegd tegen de buurman dat hij echt even normaal moet met zijn rijden recht vooruit moet vissen. En wat schijt hij uit? Knalde ik even een kilo'tje erop. Hij schijt de bol van de buurman uit. Nee, geitje. Hij schijt al toen uit. En ja, ik denk een half uurtje nadat ik gevoerd heb, gaat hij af. Oh, dat vind je joh. Dus we kunnen wel meer voeren. Andere kant ook ziek mooi. Ja, dit zijn ze. De volgende wordt een bak, maar dit is in ieder geval het pareltje van mij van de week. Ja, ziek bij me. Hangen even op 20 kilo, dan word je helemaal gek. Ziek jongen. Pol. Niet zeker van deze. Yes, Mr. Tieling. Kan nog reden of niet? Inderdaad. Ja, is of zo. Twee. Maar goed, het voelt ietsje groter dan de normale knol van vandaag. Maar dat heb ik al meerdere keren gezegd vandaag. Oké, mooi. Zal wel knol zijn, doei. Nou, daar is hij dan. De jongens vangen bak naar bak, de buren ook. De jongens. Nou oké, okay, de buurman, chitten. En ik vond weer een lekker knolletje, heerlijk. Zoals ooit. Ja jongens, het is nacht. Na avond, 11 uur, weer een kleine spiegel. Eén schupje op de flank en hij mag weer naar de waterplank. hij mag weer terug jongens, mooie visie. En we gaan nog heel wat bijvangen vannacht. Hij schijnt dus heel zo. Klein, hè? Kijk. Ja hoor. Ja, hij gaat wel lekker, maar het begint keihard te bliksemen en te regenen. En het is een knol. Ja, het is ook weer een knol. Ik vertel het andere verhaal, wacht. Ik schijn even op jou achter. Nou, ik zie er niet goed uit zo, dat snap ik zelf ook wel. Ja, ik zie helemaal niks meer nu. Maar we zijn wel lekker aan tinderen en dan komen zo meteen misschien een paar Turkse en Sloveense wijven hier in. Hoe dik zou dat zijn? Ja, dat zou een kikker zijn. Dus daarom, deze knol gaan we even landen, dan ga ik weer even door. Ja. Bokito is al stap uit de dingen uit met een karp in zijn handen. Kijk eens, wat ik lekker zwemmen. Dit komt zoiets. Dat is toch wel. Ja, of course. Daan is een Turkse meid uit zijn weer. Was ik geregeld. Het zal niet slapen, joh. En
En omdat hij onder de modder en schuin zit. Dus zijn wijfje komt echt van 2 uur 's nachts in de midden of nowhere naar daar naartoe. We moeten nog even aanhouden dus. Gaf, kijk hoe het rijdt. Het zit even 16 kilo in de mat. Gaf, hey. Lekker hoor. Jezus. En ik ben in slaap gevallen. En B2, ik heb een bol liggen zo nu. Ik was er voorbereid. Daar komt ze. Zij mag ook even op YouTube. Wat een bak, wat een massieve vis, gek. 16 kilo. 32 voor mij op dit water. En, bijna derde. Bijna derde, dat zeker. 2. En kijk eens even wat een rug hierop zit. Niet normaal zeg. Hey. Echt bizar. Zieke staart ook. Mega breed. Hier moet je eens even van voren kijken. Hoe staat het verder met de vangsten? Veel knollen gevangen. Ik eentje, Daan eentje, Wietse ook eentje. Ik twee. Ik twee. Wietse ook twee. En je verspilt. Kijk even hoe dik die is. Ja, nice. Andere kant en dan mag hij terug. Ja. Die hechting worden op de proef gesteld. Ziek hoor. Echt ziek. Wat een vis. Helemaal aan mijn noppen. Prachtig. Fotootjes maken en kijk terug. Heerlijk. Super mooie vis. Hij dubbel weer met die grote. En hij kan terug. Fotootje. Weg ermee. Yes. Wat zou je denken? Ja, mannenvakantie. En dan krijgen we vrouwelijke gezelligheid. Karp van. Big fish. Oh la la, señorita. Hoe are you? Don't say it. Introduce yourself. Nee. Dit is wel content hoor. Oké, zit jij heel die vis? Ja, top hier. Ja, doe maar lekker. Res, Chanté. Is het echt. Jongens. Ik vind het gewoon best lekker, school. Nee, nog. You also? No. Why not? What are you doing? Shit, what are you doing? Hey, motherfucker! Hey, doe even niet aan. How many times did you call? Sorry? How many times? Nou jongens, het gaat los in de bos en wie het zo zegt. Wat zei je? Nou, het voelt eigenlijk goed. Het zou leuk zijn, hè? Eindelijk een beetje een roggeweer. En bizar, deze hengelrag. 3 minuten in. Want ik had net op links kreeg ik weer beet. Die zwom door mijn rechterrijd heen. Dus ik denk, ik gooi ze opnieuw in. Echt? Dat ging niet leuk. En ik gooi even, ja, ik denk weer een half kilo erop. En dan gaat meteen. Ziek. Er liggen nu zoveel vis hier. En Daan heb ook beet. Echt? Nou, met dat wijf. Ja. Ja, dat is lachen, jongens. Dat is echt lachen. Content. Doe even een bruin duimpje voor Daan. De soldaat. Ik ben wel soldaat, want hij heeft al een week gewoon niet gedoucht. Zit onder de visruim en modder. Ja, en dan gaat op twee uur s'nachts een Turk wijf. Nou jongens, mooie vis. Denk 10 of 11 kilo, zoiets. Mooie visie. Gaf goed gevecht. Bleef lang laag, dus ik denk dat is een hele grote. Maar toch weer een mooie vis. Ja, maar er komt best uit. Lijkt wel of de knollen een beetje weggetrokken zijn. En het gaat als een tierenleer. Ik ga die hengel er weer in mappen. Lekker. En heel wat voer. Hey. Ja. Nou jongens, snel. Even filmen. Dan mag hij weer terug. Fotootje. Nou jongens, het gaat echt helemaal los. Wietje heeft echt een dikke vis. Ik heb snel even deze kleine doren weten te vangen. Ja, kilootje op 8. En hij mag lekker zwemmen. Je hebt nog een trofee in bed. Hè? Nog een trofee in bed. Ja, ik heb nog een trofee in bed. Dus dan moet ik even snel heen. Dit is echt niet normaal. Oh, dit is jongens, dit is echt normaal. Die rug, jongen, hij is zo hoog. Ik word helemaal gek, hè. Oké. Hey, jongens, de mat is eraf. Het moment van de waarheid. Zo, 17. Ja? Nee. 16,8. Echt? Ja. Ziek, lekker man. Hoppa, yes. Jongens, kijk eens even. Eerste bak van de sessie. 16,8. We wilden die vis op de foto zetten, die andere. Chit zegt, zo, er sprong een dikke vis. Een paar scheppen voer erop. Ja, dat ging gewoon. Eindelijk. Dikke bak. Vanavond een dikke bak van mijn stek afgeroomd. Door de buurman. En nu eindelijk wel raak. Hoppa. Ik ben er blij mee. Zo, wel een bak niet. Ja man. Bizar. Okay. Dikke bak. Zo, is erg breed. Okay. Jongens, wat een dik zak. Zo jongen. Het water in de mat. Dat kleurde helemaal bruin van de rotuur. Bizar, ja. Ja joh, die vissen die zitten nu 3 dagen lang op het voer. En nu een weersomslag, een stuk kouder.
geonweerd en geregend. En ze gaan helemaal los. Is het stil? Hoor je dat wij? Nee. Je hoort het wel. Oh ja. Kijk. Zijn er nou een vis met achtergrond geleid? Je denkt dat de vis aan het paaien zijn. Maar het is geen vis. Het is geen vis, jongens. Dat is zijn nou je onderbroek. Ja, dat moet verpillen. Want we hebben 60 kilo shot, 60 kilo vis gevangen. Dus we moeten shotten, hè? Ja. Maar Daan, wij dachten we karpen zouden paaien. Ja. Maar het waren mensen. Cervezen, ja, wijven, ja wat doe je dan? Wel een ervaring of niet? Oké, hou jij de vers maar. Ja, hey, wat aan het filmen niet? Ja. Prachtig. Oh, wacht, even tijd. Hey, oké. Hangt die nog? Ja. Wat? Nieuwe shot? Nee, hey, wie is het? Godverdomme. Zonde. Hij ging hard. Ja, wel lekker runnetje. Zo, jongens. Echt bizar. Nou jongens, we hebben hier Wietse, die staat nog vrij. Waarom heb jij nou geen kleren aan? Ja, ik had hem warm. Ja, maar we moeten opschieten richting iemand op hem te wachten. Dus, ja. Nee. We hebben een shotje. Jongens, ik heb gehoord dat ze 6 kilo hebben gewonnen. Ja. 16. Dan moeten we maar dat lekkere shotje. Jij mag er wel 2. Jij hebt dubbel beet. Jongens, vorige keer ging ik bijna over mijn gieren. Toen was ik net wakker. Ja, ik ga ook bijna over gieren. Gadverdamme. Moet jij ook even volgen. Komt-ie. Rekken even. Saar zet trots op je zijn. Ik hou van Saar. Saar de groetjes aan jou. Nou jongens, ondertussen, ik weet niet of het hoorde, maar ik heb hier weer een mooie vis in zien. Dat is niet normaal. Kieltje of 12, dus knal die eind in. Kieltje boor erop en dan haal je op de foto zetten. Hey, ik heb ook nog een mooie vis in de sling. Ja? Moet je even komen kijken? Ik denk wel kieltje 40, 50, niet waar. Hey jongens, 11 kilo'tjes. Mooie spiegel wederom. Fotootje en dan mogen we gaan. De vis die ligt vol op het voer. Ik gooi elke keer nu een halve kilo tot een kilo bij als ik beter heb gehad. En ja, binnen een half uur gaat het weer. Dus ga lekker zo door heel de nacht. Bakken nacht. Lekker man. Nou jongens, het is echt niet normaal. Ik heb eindelijk weer met 2 jongens ingeregen. Ik heb hier weer een hele mooie verrassing. Quasimodo Ghost achter is het. En ik heb ze eigenlijk weer ingerecht. Ja, dat is echt niet normaal joh. Ze gaan binnen het half gaan één van deze 2 hengels af. En het is tijd voor de Quasimodo! Ze knallen echt jongen. Genieten dit. Ik heb er ook weer 1 gevangen jongens. Oh. Eentje gevangen. Knolletje. Knooi. En gelijk onthaakt in het water. En 1 verspild. Maar ik ben echt mij, ik helemaal dus kapot. Het begin van de nacht vind ik 2 knollen. Die nou alleen mooi. Oeh, dat is dus mooi. Ja. Kan ook nog. Quasimodo Ghost. Ik weet niet of het ziet op de camera een beetje. Ja, vooral Quasimodo. Bijna Ghost. Maar Ghost, hij is wel een beetje witachtige tint heeft hij. Mooie vis. Ik denk dat het toch wel richting 10 kilo gaat. Ja, zie ik bij me. Mijn 8 of 9 nek deze nacht. Nee joh. Ja, gaat hard. Lekker. Kom maar. Zie je mee? Hoor je de achtergrond geluid nog? Nee. Ik hoor het wel. Ik denk dat ik op de kabel ook hoor. Ja, ga een beetje dichterbij. Yes. Ja, mooi jongens. Kijk eens even jongens. Weken morgen kan noemen we dit. Ja, eigenlijk niet officieel, ik werd wakker door het licht. Ik had al even 2 uurtjes geen beet gehad. Ik gooi weer even een kilootje op, 2 hengels erop. En een half uurtje na gaat hij gewoon weer. Ik weet niet, ik kan niks fout doen. Ik vang niks onder 9 kilo. Ja, dus genieten. Ochtendzonnetje. In CV, nee, wat doe je nog meer jongens? 14-7, nee, geen 30 hè. 14-7 inderdaad, maar dat maakt niet uit. Is goed voor het klassement, dat wel. Zo, zeg dat wel. Zo, dit is er ook wel weer een, wie? Hey, jongens, hij is van bijna het hoekje om, dus even in het water. Het is niet normaal, deze hengel ook 20 minuten gereden. Nee eens, 10 minuten gereden, actief is op. Tijdens foto's maken, gaat hij gewoon weer. Bizar. Nou jongens, 11-2. Hele mooie schipper, lekker hoog. Een beetje een misvormde start. Maar zeer blij mee. Ja, echt bizar jongen, die vis zit zo erg op die hot tuna van tijnhoutkoop.nl.
bijna elke vis die op de mat ligt, bij mij of Chit, of diezelfde strook daar op vissen, scheidt ze uit. Dus zie je maar goed voeren, dat vraagt je hoeveel, hoeveel kilo heb jij dan ingegooid in 3 dagen? Ruim 20. Ik, bijna 30. En mooi, ik heb s'nachts om 2 uur heb ik naar de bus gaan extra 2 zakken boeien staren. En voor mij en voor Chit zijn allebei bijna op. Hoppa. Top. Goh, ik help hem. Die is fucking ziek. Wel weer knol. Knol nummer 1, knol nummer 2 voor Chit. Ah, jammer. Het water aan het haken. En het lijkt eigenlijk, het zonnetje is weer bizar aan het branden. Het is nu denk ik alweer een goede 25 graden. En weet je wie dan actief wordt? Uur, dan wordt de knol actief. Dus wat gaan we doen? Lekker die jongens. Ja? Ja. Of slaap jij zeker? Ja, ik gooi ze nog voor 1 keer. Ja, ik ga snel weer. Voor mij valt het nog wel mee. Ook 's ochtends een bak gevangen, dus misschien dat er nog meer kan. Hey jongens, we komen maar niet aan sapen toe. Ze lopen achter elkaar af. Een klein schuppie. Hot tuna. En een spiegeltje. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Ik ben net even bij de buur geweest, want ik was weer door mijn bol heen. Even een nieuwe zak hot tuna gehaald. En ik zeg... Het was wel goed weer, hè? Want het was gisteravond weersomslag, regen en een beetje wind en onweer. Dus bij ons ging het achter elkaar los. Ik heb even geteld, ik heb 13 runs gehad, 11 gerand. En ik zeg, hoeveel hebben jullie er met z'n tweeën? 4 hengelvissen, ze hadden ze er 2. ik moet nog steeds beginnen met slapen en het is 8:30. Gek huis. Ik hou ervan. Zo, hij gaat eruit. Oh, yo. Nou, wat zit er? Hij lijkt eigenlijk wel waar. Het is weer overdag. Het is weer veel te warm. En, Nou, dat is nog best mooi. Hij valt wel in het formaat knol en niet in het formaat bak. Ja. Ja, ja. Nou jongens, ik heb een hooikorts aanval, maar hij mag weer terug. Adios. Ik ga nu jongens, ik ga nu buiten de voertuig vissen overdag. Ik ben er ook klaar mee. We gaan kijken of het werkt. Hey, goedemorgen jongen. Goedemorgen. Het is weer zover. Wiet, de vangsten zijn niet meer te stoppen, hè? Nou ja, ik ben een beetje moeder. Weersomslag? Ja, hopen we dat we even doorgaan vanaf. Ja, het is helemaal bevolkt. Het is eigenlijk gewoon door de knol heen vissen. Die dekken komen vanzelf alweer. En deze jongen die heeft gewoon al sinds 30 ponden geen vis meer boven de 7 kilo van. Ah, dat is lekker. Nu met je 6 van de ochtend. Dat is niet eens met de nacht erbij. Ik denk met de nacht erbij is het nummer 15 of zo, weet ik het. Hij is nog best mooi. Toch? Hij is best mooi, hij is lekker hoog. Daarom, fotootje en ik ga zwemmen. Ja toch? Ja. Beetje weer is verstand eindelijk. Zo, ik denk op die grote jongen. Kijken. Nu ook vandaag gaat regenen zo. En donker worden. Zwaar. Dat sowieso bliksem zijn. Wel lekker even nog even. Lekker een keertje. Lekker ontbijt jongens. Ha! We hebben hier een meerval aas. Ja jongens, kijk dan. Hij is gewoon gegrepen door een meerval. Een tijdje geleden. Ziek. Maar hij is ook daarnaast. Wat een bak. 100.000% leden. Voor eerst ooit. Duimpje foto. Ja, dat kan eigenlijk wel, hè. Kijk of het lukt. Maar je eerste leden uit? Ja, prachtig. Hij rijdt er weg. Lekker man. Hij is zo glad als een leden. Bedankt. Nieuw bear? Ja jongens, leden, we vinden het een blauw duimpje omhoog voor deze mooie leden. Ja ja. Hey, ik kom het toppen niet stoppen. Hey jongens, onze grote doelwakker. En deze? We zwemmen. Spannen. Hup, zwemmen jij. Weg ermee. Op kraas, op kraas! Jawel, jawel. De grote dag is aangebroken. De dag dat de hechtingen eruit mogen. En wie mag het doen? Daniel of Wietse. Ah! Ik denk Daniel. Heb je er zin in?
Ja. Ik zeg, vandaag gaan we echt voor actie krijgen. Mooi, we wouden net even de hechting van Chit doen. Ja. Maar nee hoor, meneer staat weer te drillen. Er kwam even een andere hechting tussen. Doe even prioriteiten zetten, kom geef hier die hechting. Ja, gaan we. Wacht, doet? Ja. Is het nou beter? Nee, ja. Ja, sorry. Ja, lekker. Zo. Wokken dan? Hij is eraf. Ja? Meen je niet? Ja man. Hoe ken je dat nou weer? Ja, door de bosjes. Zonde. Ja, dat is echt. Nou jongens, weer een mooie spiegel. Na die 8,2, ik denk zijn broer, iets zwaarder en een kilo of 10. En hij mag weer zwemmen. Yes. Prachtige vis. Wit. Wow. Vamos. Kijk eens jongens, het koelkastje is weer gevuld. We hebben ijskoude pils. Ik heb nog, lekker. Oh, je hebt nog. Dan heb ik niks te zeggen, kijk eens. Vamos. Jongens, proost. Altijd gehydrateerd blijven tijdens het drillen. Heel belangrijk. Is het groot of een knol? Knolletje. Ik ben een van de knol. Jij hebt een knol? Ja, ik denk dat. De bakkenvanger. Ja, hij kan al niet zo'n mooi rijen uitzetten. Dus dat doet me goed. Dat doet me deugd. Hij is klein, maar hij is wel mooi inderdaad. Hij is klein, maar wel fijn. Zeggen de meiden ook dat, hè? Ja, bij mij niet. Bij jou wel? Ja. Hé? Staat hij ook met de kromme top? Ik zal een tijdje stil. Hoppa! Jongens, we zijn op geesten. Kijk eens. Doe nou niet zo'n geest, hè? Zie je? Heel die rugvin is helemaal oranje. Ja. Hé. Hey. Zie je? Hij is echt wel groot. Kijk die rug, joh. Ja, jongens, kijk dit eens even. Wat een vis, hè? Dit is al een mooie dubbel, hoor. Ja. En een heel mooi spiegeltje. En een zieke keust. Ik zal ook even de andere kant laten zien. Voor de liefhebbers. Kijk dan even. Wat een vis, hè? Die staart is echt bizar, hoe oranje. Bij mij ook, kijk, ik ben helemaal rood zelfs. Ja, mooi. Er zit aan de muggenwarven. Heel veel kreeuwjes. Een fotootje en dan mag hij terug. Zeker. Ja? Ja. Zie je goed, zeker? Lekker het watertje. Ja, daar zie je veel van. Hey jongens, kijk dan. Het is het broertje van degene die ik net denk een half uur geleden gevangen heb. Want hij kwam ook van dezelfde hengel, van dezelfde stek, dezelfde aas. Ja, dit zijn visjes hoor. Hij is echt mooi. Al vang je dit op 15, 20 keer, dan word je helemaal gek. Mooi. En nu ben ik ook wel heel blij mee. Ik zal de andere kant maar even laten zien. Kijk, wat mooi hoor. Allemaal ananas spuugjes hier. Echt allemaal van dezelfde uitzetting. Moet je het Westland eens uitgooien. Mooi. Hij mag terug. Nou jongens, lekker zonnetje. En je ziet het, ze zijn eruit. Alle zeven. Even zelf gedaan. Met dit magische mesje. Die scherp jongen. Soldaat. Die ken de prullenbak in. Prachtig. Hij filmt. Hij is aardig druk. Ik voel dat hij lekker klappen wil uitdelen. Een soort Mike Tyson is het. Kijk. Oh. Mike Tyson. Knuffelen. Echt een knuffelkarper, Mike Tyson. Zo. Ben je kwijt? Dat is geniaal. Hé, hey, jij bent er nog. Jammer dat hij net viel. Nu, zijn foto. Oké. Foto en ik ga terug. Nou jongens, ik had al aardig oud eindje erop zitten. En het is hier toch rustig overdag. Of wil je me knollen. Mooi moment om je nieuwe hoofdlijn op te spoelen. Ik heb hier de RM Tech Mono. 38 honderdste. En het is goed zinkend. En dat is perfect voor dit water. Want wij vissen eigenlijk... in tegenstelling tot alle andere schervenen, gewoon met slappe rijnen. De rijn over de bodem. Dus daar heb je een goed zinkende vuurcarbon hoofdlijn voor nodig. En ja, dat is deze. Dus gooi hem altijd trekken in een bak water. En dan kan het draaien beginnen. Let's go. Toch een mooie visie. Dikke kapa. Ik weet niet meer welk nummer het vandaag is. Maar zelfs met de zonnige uurtjes van mijn vis. Fotootje nog wel terug. Ja, van 5 uur, uurtje nog gaat lopen, hè? Dan gaan we los, dan komen de bakken. En een doelrak? Ja jongens, het duurde weer even, maar we hebben er weer een. Een kleine doelrak. Ietsje groter dan de normale uitzetspiegeltjes hier. Maar hij mag zijn oma, opa en overgrootvader gaan halen. Als de overgrootvader is opa. Als die nog leven, want ik heb er niks meer van. Je hebt dat 10 keer gezegd. Ja, ze luisteren niet zo goed. Oh ja. Yo, het is 5 uur geweest en de vissen beginnen weer een beetje met bijten. Je hebt schep net één van Chitten. Met een hele grote spiegel. Nee, helaas. Je hebt een schep met 2 met een hele grote schip. En nummer 3 hangt eraan, ook een bak. Wel actie zat, maar nog niet van mij, jongens. Yes.
Yes, kleine doelrak, nummer 1 maar weg. Nummer 2 nog in de net, nummer 3 aan de hengel. Had jij die van Chit ook al? Ja. Ja jongens, mooie vis. Hij kwam met zijn broer tegelijk. En hij is super druk, dus hij kan gelijk weer zwemmen. Yes. Het is rond een uurtje of 5, 6. Alle hengels beginnen weer te lopen, we beginnen weer flink te voeren. Het is eetstijd, hè? Dan krijg je dat. Ga gelijk die andere laten zien. Nou jongens, denk zijn broer, ook rond de 10 kilo. Kijk eens hoe breed. Ja, mega mooi. Dik, mooi donker. Wel anders dan alle andere vissen. En dit wordt denk ik wel een toppetje later, hè? Zwemmen ermee. Zwemmen ermee. Oké. Okay. Yes jongens, knolletje. Tot tuna. Hij mag weer aan. Nou, we gaan bijna beginnen aan het avondeten. Allemaal lekker, maar de hengels lopen weer als een tierenlier. En kijk eens wie we hier hebben. Goedemiddag. Goedemiddag. Jongens, het is echt niet normaal. We hadden denk ik 2 kilo zo ingegooid en ik denk dat hij nog geen 10 minuten lag. Echt bizar. En onze zwaantjes hier geven heel wat hottuna, die blijven ook maar komen. Ah, dat is lekker. Hij gaat wel de hoek om, en dat is een goed teken. Misschien een leuke vis. 2 kilo gevoerd. En... 2 kilo gevoerd en dan binnen 5 minuten 12,4. Het is echt, echt alleen maar spier deze vis. En dat merkt hij ook wel tijdens het drill. Dikke staart erop. En heel erg druk. Maar nu is hij even lekker rustig. En hij mag gaan zwemmen. Binnen 5 minuten, hè? Binnen 5 minuten. Wat gaan we nou doen nog meer voeren? We gaan even een nieuwe zakbol halen. Nou, bizar. We zijn echt net lekker aan het koken. Chit is alweer nieuw voer aan het halen. Want echt alle hengels gaan af. Gekke huis. Kom ik hier aan. Chit staat al te drillen. Heeft hij 2 hengels vast. Dubbelrun. In zijn eentje. Pak deze even snel. Ja toch. Hey Wiet, hier zit nog een vis aan, daar zit nog een vis aan. Ja. Ik was Wiet aan het helpen. Dat eten dat gaat ook nog steeds. Kijk, fuck man. Triple run. Niet normaal. Oké, daar hebben we de zwanen. Lekker weer. Triple run. Wietse die heeft 2 vissen daar. Is nog steeds bezig. Chitten was naar de bus, nieuw voer halen, nog een storten. Ik pakte de hengel op en ik dacht, nou het is waarschijnlijk wel een dikke. Hoe voelt hij aan? Zo. Ja, eerlijk? Ja, het is sowieso een dikke. Ik wel mooi hè. Maar dat lood zit helemaal kut, je pakt hem zeker heel laat. Ja, ik stond bij Wietse te drillen ook. We hadden allebei helemaal hengel bij Wietse vast. Nee. Noodlot, sla toe. Wat is er gebeurd? Ja, vlak voor het net giet hij los. Daar hebben we nog iemand. Wat een gezeik. Ja, kleuters, kut, hè? Sorry. Zo, lekker aan het eten. Eigenlijk even naar binnen schoonen, want er is geen tijd. Er zitten 2 hengels los, ik had een dubbelrun. 2 vissen zitten nog in het net. Chaos. En Chit heeft een fucking dikke. Hey jongens, een mooie dikke 20er. En we gaan even raken, hij zit goed vast. Wil je al wel zo'n rap op? Nee, ik niet. Nou jongens, 12 kilo, super mooie vis. Echt super, super, super sterk. Ik denk mijn sterkste vis tot nu toe. En we dachten al dat het een grote was. En ik heb even nieuwe onderlijnen, nieuwe ander soort haken eraan gedaan. En hij bleef gelijk hangen. Dus hopelijk ga ik niks meer verspelen nadenken al 10 vis verspeeld hebben vandaag. Een super mooie vis. En ik ga weer denk 2 kilo erin voeren. Want 5 minuten en dan ging ik allebei af. Terwijl ik denk 3 kilo in had gegooid. Hij zou wel moe zijn denk ik. Deze gaf toch een gevecht, jongen. Niet normaal. Laten. Ah, we gaan eerst eten of eerst de hengels? Eerst voeren.
Mol geluid. We hebben twee schepnetten met twee vissen erin. Ja, jongens, ik heb twee dubbelwens achter elkaar. En we hebben geen tijd, dus we moeten. Maar tegelijkertijd voelen. Misschien moet je ze eerst gewoon op de foto zetten, dat is handiger. Ja, ik zei het net nog. Dus, we hebben nu nog even tijd. Ook voer tussen de wallen, imbecil. Soldaat. Okay, ik ga wel even helpen scheppen. Nou hoor. Nou jongens, dit is echt een bizar sterke vis. We dachten allemaal, nou dit wordt er een, hè? Hij is zo mooi, dat wel. Maar 10 kilo, rijdt hij nog niet eens. Fotootje en mag terug. Hey jongens, de tweede dubbelrun. Kleintje, en mag weer gaan. Jongens, de eerste dubbelrun. We zijn zo wild. Echt een lange sterk schub. Ik dacht ook dat dit wel een hele dik was. Sterk was hij wel. En de tweede. Vuurtje. Zo gaan. Ja. We hebben ondertussen al vis nummer 5 in nog een half uur tijd. Alles gaat achter elkaar door. Kleintje, jij mag weer zwemmen. We gaan door naar de opa's en oma's. Hey jongens, het is net iets na 12. De eerste vis van de nacht. We waren daar, had 2 uur in diepe coma. Zijn auto is helemaal gesloopt van de afgelopen 2 nachten. Maar deze vis mag terug. Gaat even een goede halve kilo voer erop. En dan hoop ik dat er meer vol. Ah. Lekker jongens. Lekker. Hoppa. Jongens, check deze brute schub eens even. 11,9. Het lijkt erop. Gaaf. Ja, ziek punt gaaf. Dat de vis het voer gevonden heeft. Want ik kreeg visbeet, kieltje of 8, meteen teruggegooid. De kiel opgegooid ongeveer. En binnen 5 minuten ging dezelfde hengel weer af. Dat is deze. Dus een mooi gevecht gehad. En dan weer terug. Check dit eens even jongens. 14-7. Dikke bak gek. Echt, het is de eerste keer dat hij bij mij het eiland omging. Dat hij eigenlijk bijna vast zat in die boot. En bijna in de bomen zelfs. Dus ik moest hem... Mijn broek snel uitdoen en hem het water achterna. Geprees die zitten. Wees mijn rood zelfs erop. En ja, dit is het resultaat. Fantastische vis. Jammer weer, net geen 30, hè. De tweede, 14-7. Maar desondanks, erg blij mee. Ze zitten goed op het voer. Hij lag weer denk ik, half uurtje in. Toen ging hij weer. Andere hengeltje is wel een beetje stil. Dus die ga ik even opnieuw herplaatsen. En dan vangen we nog wel een paar bij. Fotootje en dan wacht hij terug. Nou jongens, een mooie schub. Rond de 10 kilo, bijna 10 kilo, net niet. Dat was mega sterk. Ik ga hem inrooien en ik ken er nog één voor. Prachtig. Nou jongens, eindelijk een mooie, prachtige vis. Super dikke schub, super mooie drill aan gehad. Ik was eigenlijk mijn hoofdlampje vergeten, dus ik heb iets even wakker geroepen. De held. 14,8, super blij mee. Eindelijk weer. Mooi hoor. Prachtig. Allemaal kan nog? Yes. Beste bak hoor. Hey. Ja man. Zo moeder wel. Net, wel jammer. Oh. 200 gram. Morgen jongens. Ik wil een shout-out doen naar deze vis. Ik denk dat ik meer dan een half uur heb geduurd. Ik was zo sterk. Ik denk dit wordt een bak. Dit wordt een bak. Maar 10 kilo, mooi visie. Hij mag echt zijn oma gaan halen. Ik ben gewoon helemaal moe van trillen. Bizar. Ah jongens, hoe prachtig is het om hier wakker te worden. Niet mis jongen. En dan even een bam 30er op de mat te hebben. Heerlijk. 15,1. Even laten zien. En ik ga de jongens wakker maken met een lekker shotje apenshot. Jongens, dit is echt genieten met volle teugen. Daar net die ding. Hoe ben jij? Ik ben 1 seconde wakker. Ik vind het voor een fucking sfeer. Dan ben ik er snel van af. Godverdomme gek. Prachtig. Is dat mooi? Apenshot. Apenkrop. Apenkop. Wakker worden. Hier. Oh nee. Snel. Jij bent 30. 15,1. Heerlijk. Schuipspiegel. Schuip.
Daan heeft het ook gedaan, hup. Ik maak even een lampje. Je ziet nu niet zoveel. Zo, ik ga er echt weinig. Hier weg. Kippenarmpie. Ja, het is zwaar, jongens. Ja. Daar gaan we dan. Echt een varken, hè? Hele zieke bak. Kijk ook hoe breed die is, hè? Bizar. Ja. Het zijn allemaal een beetje dezelfde slag vissen qua die grote schubs. Of ze zitten denk ik rond de 18 kilo of hier rond de 15. Lietse heb al 14,7, ik 14,8. Dan is 15,1. Ja, het zijn echt bakbeesten. Mega sterk. En super prachtig om te vangen. Ik ben er super blij mee, zeker met zo'n prachtige omgeving om je heen. Mooi. Bizar. Ah, kijk hoe breed, gek. Zo. Kijk hoe breed. Heel breed. Mooi. Bam! Bam, jongen. Kom, topvriend, stoppen. Goedemorgen, jongens. Kijk hoe mooi die is, hè? Wat heb je gedaan met je voer, gek, vannacht? Ik weet niet. Nou jongens, hij lag weer 5 minuten in. Precies hetzelfde stekkie. 12,4. Het is echt niet normaal. Alle grote vis lijken wel hier te zitten. Enkel 10 kilo. Of zwaarder. Lekker terug. Ik ga een nieuw voer halen voor de laatste 2 uur. Nou jongens, ik had weer een doorn. Ja, ze gaat eentje los. Toch 7 of 8 gevangen deze nacht. Is toch wel mooi. Een mooie 14,7. En daar mooi terug. Nou, ik weet niet meer wat hier allemaal gebeurt. Ik wil gewoon lekker slapen. Ik wil gewoon lekker slapen, maar het kan gewoon niet. Deze jongen staat alweer met een kromme top. En die andere zit ook een vis in het net. Ja, er zitten er één of twee in het net. Deze zat ook in het net, die ontsnapte eventjes. Ja, nog een klein doelrak. Van mij eindelijk een bak voor Daniel. Lekker wezen, pik. En daar is hij dan, weer een bak voor Daniel. Weer een bak. Lekker wakker worden zeg. Die jongens vangen de ene 10 kilo vis naar de andere. En wat van Daniel? Alleen maar kleine jongens. Ja, Wietse zit hier al sinds gisteravond met zijn fles en zijn blikje. Nee. De Chit is echt fucking smerig, gek. Chit heb gestreden voor het vaderland. Nou jongens, 3 nachten achter elkaar, amper saap, is echt kapot. Maakt je helemaal kapot. Ja. Straks nieuw water. Straks nieuw water. Grotere vissen, moeilijker. Dus waarschijnlijk een beetje bijkomen. Maar als het los gaat, gaat het los en dan gaan we vangen ook. Mooi. Als het loopt, dan loopt het. Dan moet je gewoon gas geven. Jongens, chitten van achter elkaar een beetje dit zag. Schubs. Ja, die meter is. Om van te water tandem. Dit is echt, echt niet normaal. Schip precies. Op. Precies 15. Ah, nee. Oh. Nee. Motherfuckers. Soldaat. Dat is lekker. Soldaat. Zo jongens. Wat een kleur ook, hè? Hij is lang. Ja, de bergen zijn helemaal groen op de achtergrond. Mega ziek. Ik heb het reel gehad. 2 keer. Hij was ontsnapt uit net. Normaal. En een dikke staart op. Gelukkig dat hij nog aan wil hangen, joh. Ik gooide hem in en binnen 2 minuten liep hij eraf. En toen kwam deze bak. Echt niet normaal. Ander kantje. Ah, ik ben helemaal kapot, jongens. Toch, die drie vis die een rugzoodie. Ja, trui zelfs. Trui, ja, dat is helemaal. Hij moet wel onder het vislijm zitten, anders stelt het niet. Maar weet je, het is, gisteren had je die niet aan, en toen ving je alleen maar knollen. Ja. Denk dat dat is. Denk inderdaad wel op. Nou jongens, hij is te bestellen op de site www.dvistien.nl. En hij zit echt super lekker. Dat moet ik wel echt beamen. En we hebben ook nog een hoedje. Ja, als je hoedje ziet. Vissenhoedje. Zwak. Op jouw hengel omdat je niet wakker werd. Zo. Kou wel mooi. Van een visser. Bizar. Hier kom je voor naar Slovenië, jongens. Ze zeggen het. Prachtig. Jongens, aapshot. Even voelen. Hij is bijna weg, hè? Ja, het gaat. Want we hebben hier een 30. Nou, trap jij maar af. Jongens, want jullie is zijn... Is het heel onder de bal, hè? Modder. Neem ik wel een extra grote slok. Die voel je wel. Oh, soms moet ik echt bijna van Barf.
Ja, oké. Okay. Die anders. Ik eigenlijk niet meer. Voor mij 15-1. Of 15-1 schreef. 15-2. Zo. Kijk jongens, hele mooie vis. Lekker breed, 10,8. Ik had er voor de grap voor het karretje gegooid met tijgenoten. Die hebben we natuurlijk ook nog mee. En eigenlijk omdat we met zoveel met de bol aan het vissen zijn geweest, hebben we die helemaal vergeten. Dus het volgende water gaan we er sowieso meer mee vissen. Maar nou, hier is ze dus ook. Twee van die XXL Jumbo tijgenoten. Voor het kantje en hij liep gewoon af. Mooi terug. Jezus. Hoe lang is het in? Nog geen minuut. Godverdomme, je wou de voer halen. Ja, ik was onderweg naar het voer halen. Ik denk, gooi hem van Stef in. Dat kon niet eens. Slachten, gek. Net een slager. Oh, precies hetzelfde plekje, hè? Nou jongens, van de bakkenstek nu toch ook een kleinere vis. Prachtig, en denk ik kan weer terug. Zou je hem hebben, hoor. Zo, als ik één keer koffie nodig heb, dan is het nu al. Ik ben echt kapot. Je ziet er ook echt moe uit, hè? Dat oude lichaam, dat kan er niet meer aan. Nee. En dat waar je nog denk ik 3 of 4 uur langer dan mij hebt geslapen nog. En ik zie er gewoon hartstikke frisse fruit eruit, jongens. Een hele goede morgen. Goed gevangen, dus we zijn in opperbeste stemming. En gaan een bakje drinken, de zooi opruimen en naar een nieuwe stek. Woe! Ah, jongens, check deze mooie Twoto sokken van Daniel. Of zijn ze van Chit? Van Chit. Chit, mooie Twoto sokken. Waar kijken we? Nou jongens, je ziet het. Een super mooie spiegel. Weer boven de 10 kilo, 11,2. En echt prachtig die kleine schubjes. Ja, dat doe je toch voor. Ik kwam ook weer 5 minuten na die andere vissen. Als ze eenmaal op die voer zitten en je voert anders dan die Slovenen, ja, dan gaat het los. Heel verspreid, heel veel bolies, op heel veel verschillende tijden voeren. Het ging als een tierenlier. Nou jongens, nadat de bakken vertrokken waren op de stek, kwamen eigenlijk de knollen snel kijken. Ik had deze drie denk ik alle drie binnen een half uur. Ergens. En hun waren aan het slapen, dus ik dacht, ah joh, even gezellig met z'n drieën op de film. Heel gezellig. Duimpjes omhoog. Yes, volop opruimen met de boys. We hebben 3 dagen gezeten jongens, we hebben natuurlijk keihard geslacht. Vannacht ging het ook weer helemaal los. Maar we willen weer een nieuwe uitdaging. We willen nog grotere vissen gaan vangen. Dus we gaan inpakken en op naar het volgende water. Vol die bus vol trappen. Ja, jongens, je ziet het goed achter mij. Alle spullen staan daar. Chit gaat busje halen. Yes. En dat kan maar één ding betekenen. We gaan op naar het volgende water. En dat is het tijd voor een volgende deel. Hopelijk echt grote bakken. 40, 50 pond. Zou een keertje lekker zijn. Zo is het. Dus voor deze video nog ook. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. We hebben vinger op zachte. Ons best gedaan en dikke vis gevangen. Hoeveel? Dus 6, 37 in totaal. 37 is volgens mij en we hebben over de 100 vissen zitten in totaal. Ja, even aardig gek. Doe even een blauw duimpje omhoog. Praat zijn reactie, vinden ook altijd leuk om te lezen. Volg ons ook op social media. Yes. En dvfish10.nl natuurlijk. Ja. Voor de merchandise. Dat brengt natuurlijk meer geluk bij een sessie aan de waterkant. Dan zien we je volgende week. Yes. Later.